Yo mensen, dat is een eigen fles voor ronde video mensen. Dat is heel lang geleden dat ik een video heb gemaakt, dat ik een video heb gedropt op YouTube, op die dienst, je weet toch. Like, abonneer, like en zet een comment. We zijn bezig met interviews, we zijn aan het knallen. Ik hoop dat vandaag nog iemand kunnen pakken mensen, want ik heb heel dag gezocht. Ik heb niemand tegengekomen, niemand. Het was hier donker. Ik hoop dat ik nog iemand ga tegenkomen die bekend is misschien, die YouTube doet of die TikTok maakt, ik weet niet mensen. Ik hou me bezig, je weet toch. Dat die dingen checken. Huh? Hé, hey, kom eens, kom eens. Hé, hey. Hey, Sabi. Hé, hey, kom eens. Weet je niet, jij bent Belly van TikTok. Ik weet niet, jij bent van TikTok en zo. Hè? Ik wil jou een beetje interviewen, je weet. Ik was mensen aan het zoeken, niemand gevonden vandaag. Is goed. Ja, man. Nice. Zeker. Misschien voor je hulp toe. Ja, tuurlijk. Geen probleem. Tuurlijk. Ik heb je ook je dingen op TikTok gecheckt en zo, je geliked en zo, gepusht, comments. Ik zeg het. Comments en zo. Ja, tuurlijk, je bent ook bezig. Ja. Ik wou iets vragen. Zeg maar. Ik zie, jij bent sinds april bezig met muziek en zo. Hè? Dat ik al een keer gezegd en gevraagd, maar mensen die weten niet. Of die denken, wie is er Babeli? Waarom drukt hij 4, 5, 10 in één dag? Van waar komt hij eigenlijk? Oh, ik geef les. Ik ben gewoon iemand uit Mechelen. Ja. Snap je? Mm-hmm. En sinds kort april. Ja. Luister naar de discs in april. Breng maar april, die reporters, jullie zijn de reporters. Hey, mensen, check hier in de beschrijving gewoon TikTok, Herbavelli 1, je weet toch? Herbavelli 1, merci. Je weet toch. En ja, we maken muziek voor jongeren vooruit te helpen, voor die dingen groter te maken. Tuurlijk. En ja, zoveel mogelijk manschappen hebben we nodig om jongeren ook van straat te halen. Ja. Het is harde muziek, dat is waar. Soms verdiend ook, soms gericht naar bepaalde mensen die... Ja, nee. Ik ben ook naar Antwerpen gekomen, dat ik ga interviewen. Ik dacht, lang niet gedropt. Droppen, blijven pushen, die dingen. En ik heb gezien, ineens een keer zag je hier in Antwerpen. Wat doe je hier van Antwerpen vandaag? Soms ben ik in Antwerpen, soms ben ik in 2800, soms ben ik in 2830 in Willebroek. Ça dépend. Overal ben je, heel België. Ja. Brussel, Billboard, overal. Het lijkt precies, ik ben overal, maar ik ben ook verdrukt bezig. Hè. Ja. Dus ja, ik probeer actief te blijven. Ja, tuurlijk. Welke tips kun jij geven aan de jongeren? Welke tips moet jij zo partij zijn met punten? Belangrijke punten. Dat jongeren die moeten weten. Kom eens even. De jongeren moeten weten dat. Sorry. Hè. Is dat daar? Ça va. Sorry. Jongeren moeten zich focussen op hun doelen, studeren. We moeten ruimte hebben om te kunnen studeren. Ja. Ik wil geld maken voor jongeren te kunnen ondersteunen. Mm-hmm. Niet enkel om hun geld te geven, maar ook jobs aan te bieden. Ja. Die goed verdienen. Natuurlijk. Ja, dat moet sowieso. En met jeugdwerking wil ik ze bijleren, bijles geven, indien nodig, gratis als het groter wordt. Tuurlijk. Ja, en met muziek wil ik hun verwelkomen naar de shows. Ja. Snap je? Bro, ik heb ook flyers voor jou gemaakt, je weet toch? Nice. Dus ze kunnen checken. Ja, inderdaad. Leuke flyers, je weet toch? Inderdaad, die flyers zijn uitgedeeld geweest. Ze gaan even checken. Ja, bon. Ze gaan het zien op de site. Maar bon, binnenkort gaan ze dat kunnen zien. Tuurlijk, overal de site, overal wordt ook op Facebook en zo van die dingen gezet. Blijf liken, ik moet er vandoor, ik moet rennen. Maar stay tuned. Ja, tuurlijk, dankjewel. Blijf die dingen pushen. Tuurlijk, en het komt allemaal. En ja, dankjewel voor alles. Hè. En voor je tijd, dankjewel voor je tijd en zo. Merci. Ja. We gaan door, ciao. Ja, mensen, je weet toch, dat was een interview. We hebben dingen gedaan, we hebben dingen gepusht, je weet toch, hij is ook weg, je weet toch. We hebben dingen gepusht mensen, we hebben dingen gedaan, we hebben geliked, we hebben geabonneerd. En wat mensen, dat is een korte interview vandaag, want ik kon niet anders doen, maar in de kort mensen gaan we gekker aankomen met interviews van 8, 10, 12, 30 minuten. We gaan blijven pushen, blijven liken, blijven geven. Je weet toch, ik ben hier mensen, ik ben nog bezig met jullie, ik ben nog aan het opnemen, ik ben aan het knallen. Mensen, laat het niet gaan vragen, abonneer, like, push, deel. En smijlijk. Je weet toch? Like, abonneer, push. Tot binnenkort. Later. Ciao.